Yo kijkers van Randoms, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag rijden we met NS Word naar Zutphen vanaf Dieren. We starten de trein wel even opnieuw op, dan ja, de standaard. Hallo Didi, is het? Hoppa. Zetten we de cruise control even op. Dan laat ik hem gewoon even vertrekken. Goed, rij nu naar Bremen. Gaan we doen. Waarom schakelt die bij mij bij de flirt? Ja, ik heb het alleen bij de flirt. De hele tijd over wat andere vragen. Andere cabine doen ofzo. Vind ik echt heel vaag. Het is een fictief scenario. Met een vlucht 6. Goed, op naar Brummen. Waar we zo meteen wel zullen aankomen. Toch even die velge lamp aan. Ik heb het niet verzonnen, want ik werk met BNS. Nog niet, want ik wil later wel machinist worden. Dus NS, als je dit kijkt, please. Als ik solliciteer bij jullie, neem me dan aan. Hopelijk kijkt NS dit. En goed, dan ja. Oh, we mogen de trein ook nog af gaan rangeren. Oké, prima. Ik zit te denken, zal ik de dode man eens voor de grap aanzetten? Moet ik wel de cabine blijven? Niet gewoon. So be it, mensen. De hele tijd naar dit lampje kijken. Nou, als die afgaat, zijn we de sjaak. Ik hou ervan om gewoon dingen te rollen. Goed, ons volgende station is Brummen. En daarna gaan wij nog door naar Zutphen. En op Zutphen zetten wij onze trein op het rangierspoor. En ja. Laten we dan nog dat ding afrangeren. Oh nee, dat heb ik al gezegd, haha. En ja. Dan zijn we dan klaar met de opname. Dat ding is zo snel in de remmen. In het uit mogen ze maar met 60% het station uitrijden. Dus zo. Dat vind ik gewoon heel geinig. Want ja, een trein. Je wilt toch dat de dienstregeling zo snel mogelijk gaat. Je wilt toch zo snel mogelijk van A naar B. Dat is nog de NS, denk ik niet. Zo met 60 is een prima remmen. Hier stel ik ooit al sprinter naar Zutphen. Onze snelheid, de buitentemperatuur en de binnentemperatuur. 20 graden, precies mijn graden. Oh, shit. Ik doe hier snel op de verkeerde knop. Ik doorrijden. Niet rijden. Zo.
Wauw. Het is toch echt een kloonachtig uit zo met die... Wauw, echt het NS-pakje. Dat had ik nog niet gezien. En als we hier zo meteen vertrekken, zal ik de koersborden ook op niet instappen zetten. Want ja, in Zutphen gaan we wel rangeren. En is het niet zo fijn als we dan nog mensen in de trein hebben. Ga je nu naar Zutphen, rangeer daar. Kom voor de bakker. We moeten dus naar RS1, dat is hier. Dan zal hier de wissel omgaan. En dan moeten wij hier rechtdoor naar 504A. Toen de vlucht nog niet in dienst was, ja, stond hij daar ook een beetje te slijten en te wachten totdat hij in dienstregeling kwam. En ja. Ik vind dat de NS wel een goede koop heeft gedaan, want ik vind het echt heel chill materieel. De stoelen zitten eindelijk eens een keertje lekker. Maar bij Sprinter zitten de stoelen altijd best wel lekker. En ja, bij de Intercity's vind ik de stoelen wat minder lekker. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. De dode man. En ja, hebben we die ook weer gehoord? Zet ik hem weer uit. Dat is namelijk ook een vervelend rotsysteem. En dit is een zelfgemaakt scenario en het enige wat voorbij kwam rijden was een DDZ. En net heb ik ook al de Abellio Flirt opgenomen. En ja, als jullie op allebei de video's 5 likes achterlaten, ga ik de volgende keer precies dit scenario doen. Alleen dan dat we eens dan moeten achterlaten in Zutphen en dat er wat meer treinen op het spoor staan. En als jullie 10 likes achterlaten, wat ik dat wel misschien wel kan, dan ga ik een realistisch scenario maken. Goed, ons volgende station is Zutphen, daarna zetten we de trein aan de kant en dan zijn wij klaar. Cruise control, anders wel even op 80 zetten. Cruise control op 40 zetten. Zo, als de ATB nu niet blij is, dan weet ik het ook niet meer. Kijk, hier zagen we dus ook de bovenleiding. Ja, de rails heb ik helaas nog niet. Maar, even kijken. Hier zo zien we de bovenleiding. Hierheen gaan en dan moeten we dus dadelijk overheen. Goed, ons volgende station is station Zutphen. Tevens onze eindbestemming. Ik heb de ATB even uit. Dan nog even een klein stukje doorheen met 80.
twee bulldozers. Oh ja, nu moeten we eigenlijk 40 rijden. Dat ook. Nee, nog niet helemaal afgaan, flirt. Zo. Ja, we staan nog precies voor de wissel. Goed, dan sluiten we de trein af. En hier starten we de trein weer op. Hallo, andere kant op, hè. Pantograven. Hoppa, trein en brochure. Parkeren eraf. Adriaan. Rangeerlicht. Oh ja, en nu stappen we zetten. Iedereen uitstappen! Deze trein rijdt niet meer verder. Wij gaan niet instappen. Zo. Het staat er nog op. En ik heb het rangeerlicht aan. Dus die mensen zijn niet zo lief. Net iets te vroeg. Dat is jammer. Dat moet ik maar even doen, hoor. Kijk, het is eigenlijk heel raar dat als ik niet hierdoor was gereden. Ja, dat kunnen we proberen. Dat als ik hierdoor rijd, of hier dan de wissel ook graag legt. Nou, dat doet hij niet. Raar. Wij sluiten dit ding af. Goed, en dan switchen wij nog één keer van cabine. Zo. En zullen we dadelijk heel graag over de wissel moeten... De verkeerde.
Zo. Gas erop. Ik bedoel tractie erop. Hierheen. Hoe het kan, vraag je maar niet aan mij. Maar ja. Ja, ik heb het scenario wel ingesteld op R en steen, daar stoppen we. Zo, ik sluit de trein al af. Zo. Einde van het scenario. Gemaakt door mezelf. Zo, we staan stil. Ik denk dat het hier door die splitsing is. Kunnen we daar wel even gaan kijken. Hier, die splitsing, daarom moest ik... hij zegt, bad luck. You did not complete the scenario successfully. Dus ik kom dat we bij RS1 een beetje waren. Maar ja. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het abonneren, het liken, het reageren. Nog eens, bij 5 likes doen we dit scenario nog eens. Alleen, dan ja. Realistisch en wat meer treinen erin. Ik zeg tegen jullie tot de volgende keer. Later.